Ja, we zijn hier in Den Haag, hartje Den Haag, bij het gemeentehuis. En we zijn hier bij de opening van de Wereldverkeersveiligheidsweek Nederland. Heel veel jongeren hebben die week hier geopend en ik vind het fantastisch, net omdat het jongeren zijn. Hebben jullie ook verkeersveiligheid op school gehad? Nee, niet loslaten. Wat zeg? Hou vast. Verkeersexamen. Verkeersveiligheid is heel erg belangrijk. En jullie begrijpen dat. Allereerst omdat jullie hier zijn. Jullie laten zien hoe belangrijk jullie het vinden. En ik sprak net met een paar van jullie. Jullie waren er apen trots op dat jullie de verkeersveiligheidsexamens op school hadden gehaald. Hartstikke, hartstikke goed. Jongeren tussen de 16 en 24 blijven veel meer sterven in het verkeer dan alle andere leeftijdscategorieën. En daarom dat die jongeren hier echt centraal moeten staan. Er moet nog veel meer aandacht aan de jeugd zijn, dat ze begrijpen dat het verkeer gevaarlijk is, maar dat ze vooral weten hoe kunnen wij op een veilige manier met de fiets door dat drukke verkeer. Ga maar eens kijken. Is het gevaarlijk of niet? Okay. Want je ziet bij alle verkeersveiligheidsonderzoeken, nu bij de cijfers over het laatste jaar, wij doen het hartstikke goed in Nederland. De op één na beste in de hele wereld. En nog iets beter dan vorig jaar. Weer een beetje beter. Alleen, het is nooit goed genoeg. Meer dan 800 doden, ook nog het afgelopen jaar, dat zijn er 800 te veel. Dramatisch dat nog steeds zoveel mensen sterven. Doelstelling is nog veel minder doden. Maximaal nog maar 750 in 2010. Dus we gaan het echt nog een stuk naar beneden brengen. En wat daarbij vooral belangrijk is, is heel veel les op school. Niet alleen in theorie, maar ook het leren echt op zo'n fiets overeind blijven. Stevig op die fiets zitten. Dus die verkeersveiligheid is niet alleen theorie, hier tussen de oren, maar ook gewoon het leren doen.